We zijn weer bij het Jorsti Wendt pretpraatloket op locatie en ik heb Sharif voor me staan. Sharif, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe is het met jou? Goed. Sharif, leuk dat ik je zie, want jij hebt iets speciaals gedaan vandaag, toch? Ja, ik heb een salade gemaakt, maar niet een gewone salade, maar kaassalade. Een kaassalade? En voor wie heb jij die gemaakt? Voor Leon. Ja, voor mij, hè? Ja, want ik had een salade bij jullie besteld in de haven, bij Klazien. En toen zegt ze, vanmiddag wordt die wel gemaakt met speciale aandacht. En nou heb jij hem gemaakt. Nou, laat hem maar eens even zien, Sharif. Kijk maar, met een speciale sticker. Ja. Nou, laat hem maar zien. Haal hem maar even uit de koeling. Dan zet ik hem even neer. Ja, zet hem maar even neer. Ja. Kijk, en wat heb je op de kaassalade geschreven? Mijn naam, gemaakt door Sharif. Klopt, en het helemaal. Ziet er wel ontzettend netjes uit. Ja, er zit nu wat folie overheen, dat laten we er ook lekker over. En mandarijntjes zie ik. Wat dacht je, ze moet wat vitamintjes hebben? Ja, ik heb extra lekker gemaakt. Top. Maar dat moet je zelf proeven. Ik ga hem vanavond, hè, als we klaar zijn met opbouwen en voor de livestream, ga ik hem lekker opeten. En dan laat ik jou weten wat ik ervan vond. Is dat goed? Helemaal goed. Maar volgens mij ben je er super trots op, ja. Of niet? En ik vind dat jullie bij eigen bereid hier in de haven in Zwammerdam hartstikke goed bezig zijn. En toch? Als iemand iets meer nodig heeft bij de haven, kom gerust langs van de volgende week. Hey, heel goed, Sharif. Want vanaf volgende week, dat is denk ik welke datum? 12 juli, maandag 12 juli, dan is het restaurant bij de haven weer geopend. Hè? Dan kan iedereen weer langskomen om lekker een lunch te bestellen of een kopje koffie te drinken met limeskoekjes. En dan kan iedereen. Die zijn ook aan het bakken. Die ben je ook aan het bakken nu? Ja. Top, dan ga ik daar een andere keer een filmpje van maken. Met de vrijwilliger. Met een vrijwilliger, hè? Hartstikke goed. Nou, top. Goed bezig, Sharif. En ik hoop dat er heel veel mensen naar de haven komen. Helemaal goed. Oké, dankjewel, hè. Doeg.